Ik ben Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga voor jullie eindelijk weer een nieuwe weekvlog beginnen. Want ik was vorige keer 3 keer begonnen, maar toen heb ik het niet afgemaakt. En nu ga ik het deze week wel proberen vol te houden. Dus als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus maandag en ik... Sorry. Kijk je. Rory, wil even kijken wat hij in zijn verhaal zit. Oké, ik ben dus samen met Mick. En we gaan zo meteen samen naar de... Efteling. Oké. Kan je zijn stem uitzetten? Ja, sorry. Nee, we gaan eerst naar de kern en daarna naar de stad. Ja, en hoe laat is het nu? Het is al 1:15. Ja, dus we gaan nu weg. En net was weer heel zo lang bezig met het ding. De make-up en de haar. Vind je die mooi? Jawel. Oké, dus wij gaan nu weg. Deze is heel bleek in de camera. Kijk mij dan, hoe bleek ik lijk. Oké, voordat ik zo ga, wil ik jullie nog even iets laten zien. Want ik heb laat een pakketje opgestuurd gekregen, waar ik super tevreden over ben. Dus daarom wil ik het even laten zien. Eerst gebruikte ik namelijk altijd gewoon een normale handtandenborstel om mijn tanden te poetsen. Maar nu gebruik ik dus eindelijk een elektrische borstel. En ik heb deze gekregen van Oral-B. En ik zal altijd mijn eerlijke mening vertellen. En ik ben echt super tevreden. Dat wilde ik even tegen jullie zeggen. En ik heb een roze gekozen omdat ik die echt super leuk vond. En dit is die nieuwste, de Oral-B 2000 Plus of zo. Ik zal het even in beeld zetten. En wat echt super chill hieraan is, is dat ik en niet hoef bij te houden dat ik 2 minuten aan het poetsen ben. Want dan maakt hij zo'n geluidje dat je weet dat je klaar bent. En wat ik ook heel vaak doe, is dat ik best wel hard druk met het tandenpoetsen. En dat is eigenlijk helemaal niet goed voor je tanden. Maar wat deze tandenborstel dus doet, is dat hij een rood lichtje geeft. Wacht, ik zal het even laten zien. Dus als dat rode lichtje aangaat, dan weet je dus dat je eigenlijk te hard aan het poetsen bent. En ik ben altijd best wel erg bezig met mijn tanden. Ik ben echt super tevreden over mijn tanden, maar ik wil het altijd nog witter hebben. Dus ik heb nu ook een speciale... Mijn telefoon gaat de hele tijd af. Heel vervelend. Dus ik heb nu ook een nieuwe tandpasta opgestuurd gekregen. En dit is de Oral-B 3D White. Ik heb hem nu al een tijdje getest. En ik ben echt heel erg tevreden. En ik zie ook echt heel veel resultaat. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus wat ik nu ga doen, ik ga even mijn tanden poetsen. En dan ga ik even laten zien of je eigenlijk na 1 beurt poetsen al een beetje verschil ziet. Je ziet natuurlijk beter als je langer doet. Maar ik vind deze wel beter werken dan normale tandpasta's. Dus ja. Dit is a before. En dan ga ik nu even mijn tanden poetsen. Wat ik altijd doe, ik doe altijd eerst overal. Oké, ik heb mijn tanden gepoetst. Ik hoop dat je een beetje verschil ziet. Maar ik zie het dus echt al heel erg. Gewoon na 1 keer poetsen zie ik echt dat het, hoe zeg je dat, echt een beetje is opgelicht. Ik ben super tevreden, maar ik ga jullie zeker ook nog in mijn volgende vlog laten zien of je echt heel veel verschil ziet. Maar voor nu ben ik echt super tevreden. Ik heb ook nog een aantal foto's gemaakt van de eerste keer toen ik het had gebruikt. Ik bedoel, voordat de eerste keer dat ik het had gebruikt. En daartussen en daarna volgens mij. Dus die foto's zal ik ook nog even in beeld plaatsen. En ja, ik ben hier gewoon echt super tevreden mee. Er zit ook nog een oplaadstukje bij. En daar kan je dus de telefoon mee opladen. Daar kan je dus de tandenborstel mee opladen. Maar hij gaat ook helemaal niet snel leeg. Want ik heb hem 1 keer opgeladen en nu al een weekje gebruikt. Dus dat is super chill. En ik ga deze sowieso ook overal mee naartoe nemen. Dus dat wilde ik even zeggen over de tandenborstel. Even wat anders dan normaal, maar ik ben gewoon heel erg tevreden. En dan gaan we gewoon weer verder met de vlog. Oké, Mick en ik zijn in de IKEA. We gaan even kijken of we wat dingen zien voor mijn kamer. Niet voor ons huis, want dat reageerden mensen, maar dat is niet zo. We hebben toch wel een huis? Dus we zijn even aan het kijken. Oh,
Mick, wat hebben we allemaal gekocht? Ja, we hebben een plastic bak gekocht. Kleerhangers. We hebben kleerhangers en geurkaart. Is het kleding of kleerhangers? Het zijn kledinghangers. Kleerhangers. Kleerhangers. Wat moet je dan niet zo te zeggen? Kleerhangers of kledinghangers? Nee, maakt het niet uit. Het is allebei hetzelfde. En wat gaan we nu doen? We gaan nu afrekenen en dan gaan we daarna naar de stad. Oké, Mick en ik waren dus net in de IKEA. En we hebben even nog een ijsje daar gegeten. En nu zijn we in Den Haag en gaan we... Ja, geen idee wat we eigenlijk gaan doen. Dus we zijn nu in Den Haag en misschien gaan we even in de winkels kijken. Misschien wat eten of zo. Toch? Ja. Go. Maar heb je heel veel trek om te lunchen? Nou, dat voor mij, maar gewoon... Mick en ik zijn net in Den Haag geweest. Ja. En we hebben niks gekocht. Mocht niet. Nee, we hebben niks gekocht. Nee, jawel. Oh, jawel, die kaart. Ja, en bij de IKEA, maar dat was ervoor. Bij de IKEA hebben we wat gekocht. En, Zijn ben je gegaan? Nee, ik denk gewoon dat mijn internet niet goed laat. Oh, ik heb hier natuurlijk geen internet. Kijk maar, dat klopt niet. En we gaan nu eventjes wat eten halen bij de Dirk. En daarna gaan we naar huis. Ja. En nu ga ik de camera weer uitzetten. Denk niet. Kom lief, we gaan. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En het is nu, kijk, 9:15. Ik moest vanochtend om 8:00 Mick bij het station afzetten. En ik hoef pas om 10:00 op school te zijn. Dus daarom ben ik al zo vroeg wakker en me klaargemaakt. Want ik heb net mijn make-up gedaan. Ik moet me alleen nog omkleden, maar ik weet nog niet wat ik aandoe. En er waren de laatste tijd wat vragen op mijn video's en op mijn Insta-DM. En die wil ik heel graag beantwoorden. Want het was nu een beetje te veel. En ik dacht, het moet gewoon even. Sommige dingen moeten gewoon even uit de wereld. Oké, als eerst wil ik heel even iets zeggen over mijn werk. Want ik krijg daar echt super veel vragen over. Ja, nou ja, het is dus niet duidelijk in mijn video's wat voor werk ik doe. Alleen dat ik zeg, ik ga werken. Maar ik zet al echt mijn hele leven op YouTube. Dus ik vind dat ik werk gewoon echt gescheiden moet houden. En ik kan het ook gewoon niet maken dat mensen daar langskomen waar ik werk. En dat gebeurt wel eens. Dan vind ik het ook gewoon echt niet erg. Want dan is het ook gewoon niet expres. En dan maak ik gewoon ook altijd een praatje. Ik kan helaas geen foto maken. Want ik heb natuurlijk mijn werkkleding aan. En als dat ergens opkomt, is dat gewoon echt super raar. Maar het is niet dat ik dat dan niet wil op dat moment. Dus als je me ergens buiten tegenkomt, mag je altijd gewoon naar me toe komen. Maar op werk is gewoon een klein beetje anders. Ga ik misschien ooit nog wel eens vertellen waar ik werk. Maar niet als ik er nu nog werk. Want dat is gewoon niet handig. En het is niet allemaal niet heel bijzonder. Dus je moet niet denken dat ik bij iets geheims werk of zo, weet ik veel. Maar dat wilde ik wel gewoon even vertellen. Want soms krijg ik ook echt vragen van, ja, waarom laat je niet gewoon zien waar je werkt? En dan denk ik echt, dat mag ik toch gewoon een beetje al privé houden voor mezelf. Krijg ik wel eens reacties als ik met Mick ben dat ik best wel bazig of egoïstisch ben. En als ik mijn video's aan het editen ben, dan denk ik ook soms van, oké, Janet, het is wel best heftig, weet je wel, hoe je reageert. Maar zo bedoel ik het echt niet. En Mick en ik doen in het echt ook natuurlijk wel gewoon anders tegen elkaar dan in een video. Want ik ben het al, denk ik, 2 jaar gewend om tegen een camera te praten. En voor hem is dat ook allemaal nieuw. Dus hij gaat ook niet heftig op dingen reageren. Snap je wat ik bedoel? En soms maken we ook gewoon echt een grapje over een discussie of weet ik veel wat. En er wordt dan soms heel erg heftig op gereageerd van... dat ik egoïstisch of zo zou zijn. Maar dat is in ieder geval nooit mijn bedoeling. En gelukkig vind ik dat ook niet zo. Want ik heb het ook wel eens aan hem gevraagd. Oh ja, waarom Mick nooit rijdt. En dat is gewoon omdat ik alleen een rijbewijs heb. Dus hij kan niet rijden. Hij is er wel mee bezig. Maar daarom rijd ik dus altijd. En toen kreeg ik mensen van, ja, jij bepaalt dat jij altijd moet rijden. Maar dat is echt helemaal niet waar. Het is gewoon dat ik alleen een rijbewijs heb. En omdat het mijn auto is, wil ik er gewoon het liefst zelf in rijden. En dan had ik nog een vraag over kosten. Van hoe doe ik en ik dat met kosten. Maar eigenlijk vind ik dit best wel gewoon privé. En we hebben niet een gezamenlijke rekening. Maar we betalen gewoon om en om voor elkaar. Dus dat eigenlijk. En het is niet dat de een meer of minder betaalt. Soms betaalt de een meer, soms betaalt de ander. Dat en de vakantie hebben we gewoon allebei de helft betaald.
Zie ik nog een vraag waarom ik nooit bij Mick thuis film. En nou, het is natuurlijk niet mijn huis. En ik heb wel eens volgens mij op Mick zijn kamer gefilmd, maar dat vind ik dan anders. Maar ik vind het een beetje gek om in zijn huis te filmen, want het is natuurlijk ook gewoon van zijn ouders. Dus dan is dat gewoon privé en dan hoor ik niet daar alles te gaan zitten filmen. Dat zou een beetje gek zijn. Nou, dit waren heel even de vragen die onder mijn afgelopen video's kwamen. Er zijn er nog wel meer, maar ik weet gewoon niet of mensen dit heel erg leuk vinden. Dus ja, deze vragen wil ik gewoon even snel beantwoorden. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb alleen echt geen zin om weg te gaan. Omdat het zo mega slecht weer is. Maar wat ik aan heb is een blouseje van Tommy. En gewoon zo'n zwarte flared van de Sting. Ik weet niet zo goed wat ik van mijn haar vind. Misschien moet ik toch wel plukjes los gaan doen. En daaronder heb ik gewoon mijn Sandra laarzen. En ik moet van 10 tot 5:30 naar school. En om 6:00 moet ik werken. Dus ik ga gelijk door naar werk. En ik neem wel gewoon mijn camera mee. Dus ik hoop dat ik iets kan filmen op school. En anders zien jullie mee naar school. Ik ben terug van werk. En het is nu 8:30. Ik ben echt net 2 minuten thuis. Ik had vandaag school namelijk tot 5:30. Want het liep een beetje uit. Toen moest ik heel snel de trein nemen. Daartussendoor had ik geen tijd om iets te filmen. En op school helaas ook niet. Dus toen moest ik gelijk werken. En nu ben ik echt net 1 minuut thuis. Ik heb nog een pakketje van AliExpress. Ik denk dat het een nieuw telefoonhoesje is. Ik had gisteren ook een nieuwe binnengekregen. Zal ik ook even laten zien. Deze besteld. En ik vind deze echt heel erg leuk. Alleen hij beschermt gewoon mijn telefoon niet goed genoeg. En dan durf ik het gewoon niet om er omheen te doen. Dus helaas kan ik die er niet omheen doen. Zo, ik zie er ook echt niet uit. Ik moet zo meteen ook nog gaan eten. En daarna moet ik even nog door aan mijn stage. Ik wist niet eens dat ik deze had besteld. Even kijken. En ik heb dit hoesje binnen. Een soort marble-achtig iets. Of marmer, of hoe je het ook wil noemen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is echt heel erg vroeg. Het is namelijk nog voor 8:00. En ik moet om 8:00 de trein hebben. Alleen, want ik heb straks Engels. En ik moest me hier echt toe zetten, omdat Engels bij ons op school niet verplicht is. Maar ik zo slecht ben in Engels. Dat ik dacht, laat ik maar naar Engels toe gaan. Dus toen vanochtend mijn wekker om 7:00 ging, dacht ik wel even van... Oké, waarom doe ik dit? Maar oké, ik ga er maar voor. En ik ben wel rond 2:00 uit, dus dat valt heel erg mee. En vanavond heb ik de verjaardag van het zusje van Mick. Daar heb ik super veel zin in. Dus ik ga na school even het cadeautje inpakken en zo. Dat zal ik zo wel laten zien. Dat doe ik wel na school, bedoel ik. En ik denk niet dat ik mijn camera mee naar school neem, of wel. Ik heb wel muziek. En volgens mij vinden mensen dat wel leuk om te zien. Ik neem mijn camera wel even mee naar school. En ik zal zo even laten zien wat ik aan heb. Ik ben echt zo moe. Maar ik moet niet zeuren. Ik heb even snel iets simpels aangedaan, want ik ga pas na school... Even douchen, allemaal dat soort dingen. Ik heb een trui aan van Chiquelle. En een flare broek van de Sting. En ik ga nu eventjes mijn schoenen aandoen. En dan ga ik richting het station. Het is woensdagmiddag en ik ben terug uit school. Ik had dus mijn camera mee naar school genomen voor muziek. Alleen uiteindelijk gingen we echt iets heel anders doen dan dat ik eigenlijk had verwacht. Dus toen kon ik eigenlijk niks filmen. En ik ben nu even nog bezig om me even op te frissen. Want ik heb straks verjaardag van het zusje van Mick. En het was een beetje stom. Want we hadden ballonnen gekocht. Alleen die ballonnen zijn verkeerd. Dus nu hebben we andere ballonnen. En ik vind dit wel echt... Kijk, je koopt zoiets bij de HEMA. Weet je wel, zo'n ballon met zo'n hartje. Dus ik verwacht wel best wel iets groots. En het hartje is zo... Heel klein. Maar de 9 is wel leuk. Dus die vind ik top. En we hebben een hele leuke kaart met muziek erin. Dus die ga ik nu even schrijven. En dan ga ik Mick ophalen. En dan gaan we daar naartoe. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Kijk, zo is het uiteindelijk geworden. Echt super schattig. Met daarin de kaart. Dit is wat ik aan ga doen. Dit is een top van Chiquelle. Met dit en dit vind ik wel heel erg leuk. Ketting die ik van Mick heb gekregen van Joy. Armbanden van Joy.
rokje is van de Bershka en ik doe mijn Sandra laars eronder. Ik zal mijn camera meenemen, maar geen idee of ik iets ga filmen. Ik neem het in ieder geval mee. Oké, okay, Mick en ik zijn terug vanuit eten. Nee, niet. En Mick gaat vanaf bij mij slapen. Wat vond je van het uiteten? Ja, we gaan elkaar slapen. Verrassend. Wat vond je van het uiteten? Ja, lekker. Het was, Vond je het gezellig? Culinair hoogstandje was het. Vond je het wel lekker? Nou, was wel prima. Ja. Was wel lekker, ja. Maar het is Den Haag, dus alles wat je Den Haag te eten krijgt, ze bijna wel goed. Kun je ook een keer normaal doen? Hoezo? Ja. Zonde, was het niet heel lekker natuurlijk. Ja. Nou, ik zie jullie morgen. Het is vandaag donderdag en het is inmiddels 3:30. Ik kom net terug van stage. Ik moest vanochtend om 7:15 weg, 7:30, om naar stage toe te gaan. Want meestal slaap ik dus bij Mick, maar Mick sliep vanochtend bij mij. En heeft mijn bed opgemaakt toen hij zelf weg is gegaan. Super lief. Dus daarom kon ik ook in de ochtend niks filmen, want het was en heel vroeg en Mick lag nog te slapen. Dus ik vond het ook een beetje zielig. En ik moest ook op tijd gewoon naar stage toe, want ik moest er om 8:00 zijn. En ik ben nu net terug. Mijn mentor kwam vandaag ook kijken en het ging voor mijn gevoel best wel goed. En ik vond het ook echt heel erg leuk, dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ik voel me alleen nu niet echt super lekker, dus dat is een beetje stom. Ik moet nu ook gaan leren, want ik heb volgende week een paar toetsen. En ik heb heel erg koppijn, dus het is niet echt een goede combinatie. En ik ga vanavond ook nog eens uit en ik moet morgen staken op een malieveld. Dus de combinatie is niet helemaal lekker. Maar ik ga het toch allemaal doen. Dus ik ga nu eventjes wat eten maken. Paracetamol nemen. En dan beginnen met leren. Ik had ook nog een pakketje van AliExpress. En ik denk dat het telefoonhoesjes zijn. Dus ik hoop dat deze wel beter zitten. Want. Even kijken. Deze vind ik echt heel leuk. Maar bedekt mijn telefoon niet echt. En ik vind het zonde als mijn telefoon kapot gaat. En ik heb natuurlijk nu ook deze sticker erop. Ik heb ook een witte. Deze vind ik net niet ofzo. Dus ik hoop dat deze beter zijn. Oké, okay, ik denk dat dit allemaal van dezelfde verkoper was. Dus ik heb nu een roze. Deze ziet er ook wel vet uit. En dit is gewoon een doorzichtige. Maar zit dit aan de voorkant? Ja. Deze vind ik ook wel heel vet. Ik ga even kijken. Is de eerste. En deze vind ik wel echt heel nice. Echt heel vet. Die is wel mooi. Misschien hou ik deze er wel omheen. Die beschermt ook wel gewoon goed mijn telefoon. Het is inmiddels donderdagavond. En ik heb even mijn make-up opnieuw gedaan. Want ik ga namelijk nu uit. Ik ga namelijk naar vriendinnetjes toe. En ik ga niet mijn camera meenemen. Want ik haat het gewoon echt om mijn tasje mee te nemen met uitgaan. Dus ik ga dingen op mijn telefoon filmen. Wat ik aan heb is gewoon een zwart shirt. En deze broek van Alanushin. Met samenwerking met Naked volgens mij. Voor de rest heb ik ketting om van Joy. Orbel van Joy. Armband van Joy. Ringen van Joy. Buddha to Buddha. Joy. Ooit een keer gekregen. En een lot. Een ringetje. Dus ik ga nu naar vriendinnen toe. En dan zal ik daar met mijn telefoon verder filmen. Oké, we zijn nu... het is vandaag vrijdag. Ik ben gisteren uit geweest en wij zijn nu richting het Malieveld aan het lopen. Ik ben hier met Bente herenigd. Want we gaan naar de stakingen van de onderwijsstakingen gaan we namelijk. Bente heeft geen leven, dus ga mee. En we moeten even zo kijken. Dus we gaan naar de onderwijsstakingen. En dat is dus op het Malieveld in Den Haag. Dus ik zal zo meteen even wat filmen. We hebben al een bordje. Dit is ons bordje. En we hebben er heel veel. En een groot spandoek. Maar dat zal ik zo meteen allemaal laten zien. Ik was de vlog aan het editen. En opeens zijn de beelden van het weekend weg. Echt super irritant. Dus het laatste is ongeveer het staken. Dus ja, echt super vervelend. Het komt waarschijnlijk omdat ik met een SD-kaartje had gefilmd die het niet zo goed doet. Het is vandaag maandag. Maandag en het is vandaag 18 maart. Bijna 10:00. Ik moet zo meteen naar school toe. Dus ik ben net klaar met mijn make-up. Mijn haar krult een beetje, want ik heb er echt al 2 dagen niks aan gedaan. Dus ik ga het zo meteen gewoon met een clipje vastzetten en voor de rest laat ik het gewoon. Mijn school begint om 11:00. Ik moet over een kwartier weg, want ik moet ongeveer om 10:30 de trein hebben. Alleen vanochtend was er staking van het OV. Dus ik weet eigenlijk niet of mijn trein nu rijdt. Ga ik nu eventjes naar kijken. En
Voor de rest heb ik tot 5 uur school en moet ik daarna weer werken. Dus dat is wel rot. Maar ja, het is niet anders. Even kijken, als het goed is rijdt mijn trein gewoon. Dus ik hoop het. Dus ik ga nu even snel wat eten maken voor naar school. Even dit clipje in mijn haar doen. Ik vind mijn haar eigenlijk op zich wel grappig. Het lijkt wel veel voller. En wat ik aan heb is een trui van Champion. En een zwarte flarebroek van de Only. En ik moet mijn tas even inpakken. En dan ga ik. Oké, ik kom net terug uit school. Ik ga even mijn jas uit doen. En ik had eigenlijk tot 5 uur les. Maar ik ben dus iets eerder gegaan. Omdat ik vanavond ook moet werken. En ik heb morgen rekentoets. Dus dat is wel belangrijk dat ik die haal. En wat vandaag is gebeurd is dat er een schietpartij is geweest in Utrecht. Echt heel heftig. En volgens mij las ik net in de trein dat er 3 doden zijn en 9 gewonden. Echt heel erg heftig. Dus ik wilde dat wel gewoon even benoemen. En het maakt me wel een beetje bang. Echt. Maar ja, ik vind het heel lastig om hier een soort van uitspraak over te doen. Omdat ik er natuurlijk wel iets natuurlijk van vind. Maar je weet natuurlijk niet wat andere mensen ervan vinden. En hoe zij erover denken. Dus ik wil niet dat daardoor er ja, een soort ophef over komt. Maar het is wel gewoon heel heftig en heel eng. Nou, ik ben in ieder geval nu gewoon lekker thuis. Ik ga zo meteen even wat eten. En ik heb net ook wat pakketjes opgehaald bij mijn vader. En eentje is van AliExpress. En ik heb nog 2 andere pakketjes. Was ook nog wel bij de buren afgeleverd. Maar die zijn niet thuis. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga zo meteen een van de pakketjes even openmaken. En dan moet ik gelijk gaan leren. Oké, ik heb namelijk dit leuke pakketje. Dus die ga ik even openmaken. Super schattig. En ik heb het ontvangen van de site www.byrosie.nl. En zij verkoopt de sieraden. Dit is het kaartje. En op de achterkant staat: hey Annette, heel veel plezier met de items. Ik hoop dat je leuks vindt. Leuks vindt liefst Roos. Als eerste zie ik dat het echt heel erg leuk is ingepakt. En ook leuk met van die confetti. En er zit als eerste scrunchie in. Namelijk deze. En deze had ik nog niet en ik gebruik het elke dag. Dus deze vind ik heel erg leuk. En als tweede zitten deze leuke oorbelletjes erin. En dit zijn van die schelpjes. Echt heel erg leuk ook voor de zomer. En ik heb ook 3 gaatjes. Ik heb ook 3 gaatjes in mijn oor. Dus deze ga ik zeker heel vaak indoen. Dus ik zal het linkje in de beschrijving zetten voor als je ook een kijkje wil nemen. Ik heb net lekker een tosti gegeten. Maar ik krijg best wel vaak de vraag hoe ik bijvoorbeeld dit maak. Dit zo, op deze manier. Dus dat zal ik even snel laten zien. Ik gebruik namelijk deze app, dat Unfold, zo. En je voegt gewoon iets toe. Je geeft het een naam. Nou, en dan kan je gewoon zelf bijvoorbeeld dit en dan kan je foto kiezen. Dus het is heel makkelijk. Dus het ligt gewoon eigenlijk aan deze app. Oké, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag een super drukke dag. Ik heb ook met mat haar geslapen, dus het is echt heel erg ontploft, zoals jullie kunnen zien. Ik moet namelijk zo meteen, het is nu nog geen 8, wel het is wel 8 uur. Het is 8 uur en ik moet zo meteen mijn auto wegbrengen, want die heeft zo'n jaarlijkse beurt. Want ik heb ongeveer 1 jaar geleden mijn auto gekregen. Dus die moet ik zo wegbrengen. Dan moet ik om 10 uur op school zijn. Dan moet ik vanuit daar met de bus. En dan moet ik tot 5:30 naar school. En dan heb ik om 7 uur een tentamen tot 9 uur 's avonds. En daarna kan ik pas naar huis. Dus het wordt lekker een drukke dag. En ik heb er echt totaal geen zin in. Aangezien het leren gisteren voor de toets niet echt super goed ging. Omdat ik niet echt heel veel concentratie had. En ik heb ook echt een mega erg chill outfit aan. Ik heb deze trui aan van de Sting. Zit hier naar tandpastavlek. Oké, hier doe ik nog wel iets anders voor aan. En ik heb een grijze flarebroek. Maar van dat jongensstof ook van de Sting. Dus ik ga nu even een andere trui aan doen. Want dit is wel heel vies. Kijk, ik heb echt voor onder. Oké, ik ben weer terug van mijn toets rekenen. En het is inmiddels echt heel laat hoor. 9:15. En ik ben eigenlijk net een 30 minuten thuis van school.
Ik begon om 10 uur, maar ik moest vanochtend ook nog mijn auto wegbrengen. Dus ik was echt om 8:30 al weg. Ik heb het echt koud. En ik heb dus net mijn rekentoets gehad. Van 7 tot 9 was dat. Ik was wel iets eerder klaar. En ik denk dat ik het heb gehaald. Maar ik durf het nooit met 100% zekerheid te zeggen. Dus dat eigenlijk. Ik heb helaas op school niet veel gefilmd. Want dat lukte niet echt. Ik heb wel even... ga ik nu nog mijn stage voorbereiden. Anders moet ik dat morgen doen. En dan gaat het niet lukken.